Hoi, in deze video wil ik jou graag laten zien hoe Instagram Reels werkt. Je kunt hier fantastische leuke video's mee maken, maar hoe doe je dat eigenlijk? Nou, ten eerste wil je natuurlijk onderin, als je een story begint, heb je verschillende opties. Live, story of Reels. Nou, je kiest dus voor de laatste optie, Reels. En ik ga je laten zien hoe je muziek toevoegt, hoe je eventueel de snelheid verandert, hoe je filters toevoegt en waar je dit knopje voor gebruikt, de timing. En dat doe ik aan de hand van het gewoon zelf maken van de videootje. Dus laten we beginnen. We gaan klikken op het muziektoeltje. En dan ga ik gewoon iets kiezen. Je selecteert het muziekje dat je wilt gebruiken. Je kunt er ook meteen doorheen scrollen. Stel je wilt hem hier laten beginnen, dan kun je dus dit selecteren. Als je dus het juiste stukje hebt geselecteerd, druk je op Done. En dan heb je jouw muziekje geselecteerd. Als je nu wat opneemt, gaat dat automatisch op dat muziekje. Maar je kunt het ook in verschillende stukjes opnemen. En daarvoor gebruik je de timer. Die zie je hier links onderin staan. Als je daarop drukt, gaat je muziekje automatisch afspelen. Nou, ik heb hem nu dus zo geselecteerd dat op het moment dat hij begint met kleur, dan stopt hij. Dus alleen het eerste stukje gaan we opnemen. Ga ik nu even naar buiten. Oké, en nu sta ik dus buiten op een andere plek. Ik heb dat stukje dat ik geselecteerd heb. Als ik daar nu op druk, op deze knop, dan gaat hij dus automatisch dat stukje opnemen. Ga ik even terugkijken naar hoe het eruit ziet. Dan druk ik gewoon op het pijltje naar links. Oké, als je nou het volgende stukje gaat opnemen, zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Ten eerste gaat automatisch, speelt hij nu het muziekje bij het volgende punt af. Dus vanaf kleur. Dus als ik op die knop druk, gaat hij daar automatisch opnemen. Hartstikke handig. Wat je ook moet weten, is deze functie onderin, die heet ook wel de Align functie. En dan kun je precies op de plek waar je je laatste frame had van je vorige video, kun je nu weer beginnen. Super handig. En ik wil graag op deze clip een effectje toepassen. Nou, dan druk je op dat smiley faces effectje. En ik heb hier de kleur effect. Nou, dat past natuurlijk bij deze video of bij dit muziekje. Dus deze ga ik toepassen en ik druk even op align. En dan beginnen we de video precies waar we net waren geëindigd. Als je klaar bent met het opnemen van je video in Reels, dan kun je daarna je video bewerken zoals je ook gewend bent in Instagram Stories. Je kunt dus bijvoorbeeld tekst en filters toevoegen. Goed, en dan wil ik je zoals beloofd ook nog even de slow-mo functie laten zien. Want ook dat kun je natuurlijk gebruiken, dus juist sneller of langzamer je clipje opnemen. En dat kun je ook weer doen in verschillende stukjes. Nou, als je drukt op het tweede knopje dus, heb je allerlei verschillende snelheden. Spreekt in principe voor zich. Ik laat je zien hoe je dus korte stukjes opneemt en daarmee kunt variëren in snelheid. Nou, ik zet hem nu eventjes juist op sneller, misschien 3 keer sneller. En dan gaan we weer op timer zetten. Here's a little song I wrote. Here's a little song I wrote. Here's a little song I wrote. Goed, stel nou dat vind ik leuk. Dan ga ik dus het volgende stukje weer opnemen met die knop. En de timer uiteraard en weer met de skin. Ja, ik noem het dus de second skin, maar het heet natuurlijk net iets anders. Kijk, deze laag, ik eindig nu hier. Dus daar ga ik zo meteen staan. Ik zet ook mijn timer weer en mijn snelheid zet ik nu juist even in super slow-mo. Don't worry. Hartstikke leuk. Dan ga ik weer even verder in bijvoorbeeld een heel snel tempo. Huppa, 3 keer. Nou, je snapt nu een beetje hoe het werkt, neem ik aan. Be happy. Be happy. Als je reel af is, kun je hem publiceren net als een reguliere post op Instagram. Je kunt hier dus tekst bij zetten en vergeet ook niet je hashtags. En dat waren een aantal Instagram Reel tips. Ik heb al deze functies besproken. Heb jij nou nog een tip?
Laat zeker een reactie achter. Dan zie ik jou weer in de volgende video. Voor meer tips over Instagram en video, check fv.nu/video.